Hallo, welkom aan de tweelingen. Welkom in deze Explore Dream Discover video, waarin we drie thema's gaan bespreken voor de komende 3 maanden. Dus oktober, november, december. En Explore gaat over wat je nog meer gaat gaan ervaren. Oeh, 9 of Challenges. Dus emotionele vervulling, maar los van anderen. En je blijft hier op het Great Wheel. Dus... leuke dingen in aantocht. Als je dat lawaai hoort, dat zijn mijn kinderen die aan het achter elkaar aan het aanzitten. Dus het explore thema, we gaan daarmee beginnen. Ik ga dan de andere twee uitleggen op het moment dat we daar zijn. Dus explore, oeps, daar vliegt hij. Wat ga je nog meer ontdekken de komende 3 maanden? Dus vooral ervaren. In die zin. Dat niet per se nieuwe dingen hoeven te zijn. Of eerder in de zin van, en ik voel dat ik dat nu op die manier aan jullie moet uitleggen, van de dingen die je gaat ervaren hebben te maken met wat ik nu ga vertellen. Maar zien we aan de andere kant Ten of Crystals omgekeerd. Ten of Crystals is eigenlijk de kaart van dat eigenlijk op elk vlak in je leven alles perfect is. Dus in die zin dat alles diepe vervulling is, diepe een huis zoals je wilt, het werken dat je wilt, een relatie dat je wilt, als het met de kinderen gaat goed, je bent gezond, je kan eten wat je wilt, dus eigenlijk al die dingen goed zijn. En wat is de rode draad eronder? The Nine of Flames, uitgeput, ja. En dat voelde ik eigenlijk daarnet ook al. Ik heb het gevoel dat er heel veel dingen zijn dat jullie proberen, dat jullie aan het proberen te sturen zijn, maar dat het enige wat dat eigenlijk brengt tot op dit moment zijn zorgen. Piekermomenten. En dat is de Four of Orbs. Four of Orbs zijn die, hier in dit geval, dat zijn de ballen. En je ziet er echt daar één, maar er zijn heel veel gedachten die constant in die persoon zijn gedachten gaat. Waardoor dat hij eigenlijk niet zozeer kan genieten van het van de zee. En wat ik hier ook heel vaak of heel bij doorkrijg, is dat de gedachten eigenlijk de emoties overstemmen. De gedachten krijgen eigenlijk te veel kracht, te veel energie. En daarom liggen deze twee kaarten ook ondersteboven. De Nine of Crystals en de Ace of Crystals. Dus het liefste van al zou je eigenlijk een leven willen creëren waarin dat je volledig onafhankelijk bent, jouw eigen baas misschien zelfs. Maar dat je eigenlijk gewoon alles kan kopen en gewoon kan zijn waar je bent. Dat je zelfs in relaties eigenlijk ook niemand anders nodig hebt om je diep gelukkig te voelen. Maar die eenheid, die stabiliteit, die is er nog niet. Daarom ligt die Ace of Crystals ook omgekeerd, omdat we er nog niet zijn. En dat, het feit dat het er is, maar het ligt wel in de kaarten. Want dat hebben we gezien hier. Vraagt er eigenlijk van jou om weg te stappen van al de dingen die je altijd al gedaan hebt. En dus eigenlijk niet langer de realiteit te gaan kiezen of te gebruiken als een barometer om te kijken of je goed bezig bent of niet. Dus het belangrijkste de komende 3 maanden is te gaan leren dat je in een oneindig universum zit. En dat er meer mogelijkheden zijn dan enkel maar twee. Alleen zie je het op dit moment niet. En ook al probeer je te mediteren, zelfs ook daar ga je misschien ook merken dat de gedachten veel te dominant aanwezig zijn. Dus het gaat een kwestie zijn dat je eigenlijk je gedachten, in plaats van ze probeert weg te duwen, dat je ze eigenlijk gewoon aanvaardt, dat je ze er laat zijn, maar dat je niet jezelf, dus je identiteit, je eigen energie, niet identificeert met die gedachten. En dat gaat jou die Nine of Pentacles brengen. Dat gaat jou die verschuiving brengen. Oké. Dus wat zien we? Het grootste dat je nog meer gaat ervaren, is hoe dat je eigenlijk jouw gedachten moet gaan leren op een positieve manier gaan gebruiken. Mijn lieve tweelingen. Dan zien we dat we al hebben. Six of Pentacles omgekeerd, Ten of Swords omgekeerd. Justice. Ja. Ten of Cups. En nog eentje. And Three of Wands.
En misschien wel omgekeerd, ja. Je hebt het gevoel dat je vastzit. Dus, en het gevoel van dat vastzitten, dat gaat weggaan. Van zodra dat je wegstapt van de dingen die jou niet meer emotioneel vervullen. En dat gaat niet alleen een verschuiving brengen op welvaart, dus op materiële dingen, maar ook in je relaties. Want die Ten of Cups ligt hier. En Ten of Cups is emotionele vervulling op elk vlak in je leven. Dus niet alleen in een relatie, maar echt in alles wat je doet. Dus weet dat alles wat je ooit gegeven hebt, alles wat je ooit zaadjes hebt geplant, die zijn niet te vergeefs geweest. Want kijk, je ziet ook hier aan de middelste kaart, dat maakt je daar ongelooflijk veel zorgen in. Gaat het wel de dingen brengen? Gaat het allemaal wel komen? Gaat het wel dingen oplossen? Zit ik wel op het juiste pad? Stop met te denken. Stop met te denken. Adem en zak in je lichaam. Want die andere kaart, die gerechtigheid, want je ziet ook die schalen hier, die gaat er zijn. Maar in de maand november ga je daar veel meer dingen over ervaren. Maar het is belangrijk dat je blijft focussen op je doel. Dat je blijft focussen op individueel succes. Maar nu ligt die ondersteboven. En waarom ligt die ondersteboven? Omdat er eigenlijk nog geen eenheid is tussen je mannelijke energie, je vrouwelijke energie en dus die in jezelf. Er is nog geen eenheid in jezelf. Die verbinding met eigenlijk jouw hogere, met jouw team, met jouw ziel zelfs, dat is er nog niet. Dus jouw ego zelf, jouw aangeleerde identiteit straalt nog veel te veel door in jouw wereld. En dat zorgt ervoor dat je, hoe kan mediteren jouw suf, dat je eigenlijk niet volledig zuiver de boodschappen hoort. Let's zien welke vlammen daar behulpzaam zouden kunnen zijn. Voor degenen die dat niet weten, ook hier op mijn YouTube-kanaal is er een playlist met verschillende transmissies gemaakt met de universele vlammen, die gratis ter beschikking zijn. En dus daar kan je ook doorheen gaan stromen. En een hele goede voor jullie zou zijn met de blauwe vlam om je gedachten te healen. Waarom? Omdat eigenlijk de blauwe vlam inwerkt op de mind, onder andere, maar op een hele subtiele manier, waardoor dat je ego niet gaat gealarmeerd zijn en dat je eigenlijk onbewust jouw stap voor stap wat kan gaan veranderen. Dus dat zou zeker al een heel goed begin zijn. En dan krijgen we hier nog drie kaarten. En dan hebben we twee keer Aatsingen Radzian met Retreat en Dromen. Dus ik voel dat het belangrijk is om even weg te stappen, om even de rust te nemen, om even, al is maar gewoon elke namiddag of elke avond, of dat je ergens probeert een rustdag in te bouwen als je moet gaan werken. Maar dat je echt die tijd en ruimte neemt voor jezelf. En dan kan je met deze vlammen werken, met deze kleuren. Of je kan Aatsingen Radzian daarvoor aanroepen. Hij zal ook boodschappen brengen via je dromen. En ook wijsheid en kennis uit vorige levens, die verbonden zijn aan de situaties waar je nu in zit, die gaan ook op die manier tot jou komen. En dan, eens dat je het inzicht dan hebt, dan kan je vragen om dat te gaan transformeren. En daarvoor kan je ook de universele vlammen gaan gebruiken. En dan hebben we ook Aatsingen Haniel met hoop en hier de robijnrode vlam. Maar je kunt ook even de witrode gebruiken of met die gouden rand er rond. Dus doe zoals jij het aanvoelt en zoals jij merkt of voelt met jou resoneren. Haniel, hetgeen wat ik wil ze horen en zeggen, is Haniel is ook de aardsengel die verbonden is met zachtheid. Dus dat belangrijk is dat je eigenlijk voor jezelf ook wat zachter wordt. Dus dat je niet zo hard en niet zo veroordelend bent naar jezelf toe. En dat kan je daarvoor ook Aartsengel Haniel aanroepen. Droom. Dus het tweede stukje is droom. En in de droom gaan we kijken van hoe komt het dat je dromen nog er niet zijn. We hebben natuurlijk al een heel stuk besproken. En je mind is daar een heel belangrijk stuk in. Maar we gaan kijken wat er nog meer is dat we kunnen delen. Dus welke schaduw mag of moet tweeling, of mag vooral tweeling weten?
als reden en uitleg voor het feit dat de dromen er nog niet gemanifesteerd zijn. Dan krijgen we Fool, Portal en Lovers, maar omgekeerd. Ja. Dus je hebt de keuze eigenlijk om een volledig nieuwe weg in te slaan. Dus je zit op een kruispunt in je leven, nu, nog de komende 3 maanden. Dus dat is niet een portaal dat maar nu gewoon nu vandaag open is. Dat is eigenlijk een kans, een opening. Maar het is aan jou om te beslissen wat je wilt. Wil je gewoon blijven verder manifesteren en ervaren wat je nu wilt? Of wil je nieuwe dingen gaan ontdekken? Als jij jouw droom wilt gaan manifesteren, gaan wel in de materie gaan brengen, dan gaat het belangrijk zijn om nieuwe keuzes te maken, andere keuzes te maken, om dingen te doen dat je nog nooit voorheen gedaan hebt. En je weet perfect over welke dingen dat het gaat, want je team heeft jou dat eigenlijk al meermaals duidelijk gemaakt. En hoe meer je dat gaat van doen, hoe meer dat je ook fysiek gaat ervaren dat twee eenheden samen gaan komen. Dat is hier eigenlijk de lovers card, maar ik voel niet zozeer dat dat hier gaat over relatie. Dat kan zeker. En als dat op jou van toepassing is, dan ga je wel nu voelen dat dat resoneert. Maar bij de meesten is het voornamelijk die eenheid in zichzelf. Die mannelijke en die vrouwelijke energie in zichzelf. Die leren samenwerken. En die liggen nu nog ondersteboven. Dus hoe meer dat je die keuzes, andere keuzes gaat gaan maken, die goed zijn voor jezelf, hoe meer dat je die eenheid brengt in jezelf. En hoe meer je ook dan ook gaat zien dat die dingen ook daadwerkelijk, dus jouw dromen echt daadwerkelijk, jouw verlangens daadwerkelijk in het fysieke gaan zich manifesteren. Wat kunnen we hierbij zeggen van de orakelkaarten? Ken je ze ook met deze kaart? Als je daar nou kijkt, dat lijkt zo op een borst. En dus het is heel belangrijk voor jullie als tweelingen om jezelf te gaan voeden. En dus niet constant te gaan kijken naar een andere partij of iets extern van buiten van jezelf om vervuld te worden, om gevoed te worden, om liefgehebd te worden. Liefgehebben te worden. Ja, yeah, you get the point. En dan hebben we hier Seeing Beyond. Dus het is belangrijk om je visie voor ogen te houden. Om je derde oog, zie, je derde oog te gaan gebruiken. En dat is hier een 3, 6, dus een 9 kaart. En om te weten en te begrijpen dat je op het einde van een cyclus bent. Dat je op het einde van een ronde ergens in jouw lessen bent. Dat je klaar bent eigenlijk voor het volgende level. Maar dat dat jou is om die keuze te maken. Wil je nu als een leerlingmeester op het volgende pad stappen, naar het volgende level gaan, of wil je gewoon nog hetzelfde rondje blijven lopen wanneer je doet. Dat is perfect jouw keuze. Maar dus hoe meer je leert en vertrouwt in de dingen die er niet zozeer beschikbaar of zichtbaar zijn met het fysieke oog, hoe meer dat je ook die leiding gaat gaan krijgen in je dromen en in de rust dat je neemt. Over wie dat je bent, over wat dat je hier te doen hebt, over alles wat je nodig hebt om vooruit te komen. En hou altijd één ding voor ogen, the great big love. Maar uiteindelijk, hoe dat je draait of keert, elke ziel die hier op dit moment op aarde rondloopt, verlangt naar die onvoorwaardelijke magische liefde. En dat hoeft daarom niet per se altijd te zijn dat je krijgt in een romantische relatie. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook zijn tussen vrienden, kan ook zijn tussen broeders en zusters. Kan ook zijn van iemand die je kent, van ergens af. Zoals bijvoorbeeld deze ochtend in de winkel. Was er iemand anders heel bot aan toen tegen een van de studenten of iemand die daar net begonnen was. En hij moest het doen en hij liep dan in de rayon waar ik bezig was met mijn kinderen. En hij moest stukken of doosjes terugleggen. En hij was eigenlijk in de verkeerde rayon. Dus ik zag dat hij daar op zoek was. Dan heb ik ook gewoon gezegd tegen die jonge gast van kijk, dat ligt in de rayon hiernaast. Voor mij, dat kost totaal geen moeite. Maar voor die gast op dat moment betekent dat wel heel veel. En daar gaat het over. Op welke manier kan jij die grote liefde zijn voor iemand anders? Als het moeilijk is om die liefde in eerste instantie naar jezelf te geven, geef ze dan naar anderen.
maar zonder verwachtingen. Leert om liefde te geven en te delen zonder verwachtingen. En dan discover. Wat ga je nog meer ontdekken en welke nieuwe dingen gaan er op je pad komen? Ik hoor vooral dat tweelingen bezig zijn met een soort van round-up. Ja. Wacht dan, dan weer openleggen. Round-up. En wat krijgen we? Round-up om uiteindelijk individueel succes te brengen. En gerechtigheid. Die dan vervolgens een nieuw passioneel begin teweeg gaat brengen. En weg uit oude structuren en in jouw geheelde energie. In jouw emperor-energie. In jouw keizer-energie. In die geheelde krachtige energie. Maar dat vraagt dus om. Ik ga ze zo tonen. Dat vraagt om. Nee, andere kant. Om je mind niet de kracht te geven wat je nu op dit moment doet. Daarom is die doodskaart er ook. Die oude versie van jezelf, dat werkt niet meer. En dus focust ook niet op al de dingen waar dat bijvoorbeeld andere energieën in zijn. Bijvoorbeeld een andere energie in een relatie. Als je in een relatie bent of je hebt interesse in iemand en er is dan nog een andere partij in betrokken, vind jezelf dan waardig genoeg om weg te stappen. En kies voor jezelf op dat moment. Op een bepaald moment moest ik kiezen tussen twee mannen, als het ware. En ik heb voor geen enkel gekozen, maar ik heb gewoon voor mezelf gekozen. En ik had gezegd: van kijk, universum, ik kies voor mezelf. En ik vertrouw erop dat jij wel degene gaat brengen die voor mijn hoogste goed is. Waardoor dat ik op dat moment niet heb gekozen voor een lagere tijdslijn, maar voor wel voor het hoogst mogelijke. En dat betekent dat je inderdaad moet zien van, er zijn meer dan twee mogelijkheden. Maar het enige wat je moet doen, is in je eigen passie stappen. En die eenheid brengen in jezelf, dan heb je niemand anders in mij nodig om die vervulling te brengen, om die liefde te laten voelen. Dan heb je genoeg gewoon aan jezelf. Ik ga nu ook maar wat drakenkaarten leren. Ik voel dat het nodig is. Als je een individuele reading wenst voor je eigen proces of voor een tweelingvlam sessie, dan kan je dat bij mij of een van mijn collega's reserveren. Wil je met mij samenwerken via een van de trajecten of in één op één, dan kan je dat ook terugvinden via de linkjes hieronder. Ook de online cursussen rond manifesteren, ben je dat terug. Die is volledig online. Die kan je melk binnen 5 minuten na aanschaf bij Baswaar mee aan de slag gaan. Wat krijgen we nog voor de tweelingen om jullie verder te helpen? Dat is een magenta-draak. De magenta-draak helpt jou om eigenlijk zelf verbinding te maken met je eigen wijsheid, met die ook weer die kleur, die onvoorwaardelijke liefde, die passie, dat vuur, dat oranje, die sacrale energie, die sacrale energie, creativiteit. Om daarmee verbinding te maken en om het tegelijkertijd ook naar buiten te brengen. Dan aartsengel Gabriels draak, hij brengt zuiverheid. Zelfdiscipline zal ervoor zorgen dat je bewustwording versnelt en zal tegelijkertijd ook geluk brengen. En deze draak verbindt je ook met de diamantenenergie. Want je ziet daar ook dat hij een diamant vast heeft. Je kunt dat niet zo heel goed zien, maar voilà, zo wel. Dus je kunt ook samenwerken met de diamantenenergie, als je dat wilt. Dus met de roze, oranje, rode vlam. Dan kies je of je er ook bij wilt. De diamantblauwe bijvoorbeeld. En de groene vlam. En deze draak is een waterdraak. En die helpt jou om los te komen van obstakels. Om echt veel meer te leren vertrouwen. De controle los te laten. Dus uit je mind, in je leven. En om veel meer mee te gaan op die stroom. Dat je eigenlijk rond geen obstakels kan zwemmen. Letterlijk. En hier staat er ook nog bij. Christ Light, en dus dat is ook verbonden met diamantenbewustzijn, met dat eenheidsbewustzijn. Dus dat licht, of die energie en liefde zijn aan het stromen, die zijn er ook voor jou beschikbaar. En dus ga gewoon mee verder op die stroom en ontwikkel ondertussen jouw spirituele gaven verder, je spirituele talenten. En dat kan zijn je helderhorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid of helderziendheid.
Zo, dat was het voor deze video, tweelingen. Ik hoop dat jullie hier wat inzichten en mogen aan gehad hebben. Ik voel dat de energie van deze video iets zwaarder is dan bij de anderen. Tot nu toe eigenlijk voor mij persoonlijk de zwaarste energie. Maar wel, bij schorpioen was ik ook heel streng. Nog strenger dan bij jullie eigenlijk ook op. maar moest je voelen dat je inderdaad de begeleiding of steuning nodig hebt, omdat je echt vast zit in je leven en de weg vooruit niet ziet, alsjeblieft twijfel niet langer. En neem gewoon contact met me op. Laat materie of andere angsten je niet tegenhouden om in jouw magische krachtige zelf te stappen. Want je verdient meer. Zo, dat was voor deze video. Ik zie je in de volgende en een fijne weekend nog. Daag!